op de Little Mounds of Clay School is vandaag, zoals op vele andere scholen, Kittikotti gevierd. Zowel de leerlingen als de leerkrachten kleden zich in verschillende klederdrachten en er is ook ruime aandacht besteed aan de culinaire diversiteit van Suriname. Zo, jongens en meisjes, komen jullie even mee naar de tafel van de Javanen. En dan gaan jullie allemaal daarvoor in staan en dan gaan we kijken wat ze allemaal te eten hebben en ook te drinken. Zo, hier hebben we een lieve mama. Mama, kunt u ons een beetje vertellen wat hier op tafel heeft staan? Zo, we hebben van de Javanen hebben we gele rijst met gudanang. We hebben lumpia's, we hebben tahu, we hebben lapis, we hebben soto, we hebben tilo. Er is bakabana, er zijn solas, er is tempeh. We hebben de Javanse snacks, tikitiki, villetjes, er is daar pindas, van alles, dawat. Dus dat is een tafel vol, als ik je goed begrijp, gaat het om de gerechten van de Javanse. Odi Erasma! Odi Odi! Odi Odi! Oké, Faudia Fauta! Alessandro? Oké, goed zo jongens en meisjes. Jullie zijn hier onder de stand van de Kriolen. En hier zijn we verschillende soorten dingen van de Kriolen. Kriolen hebben zoveel aanzicht. Met alles wat ze komen was ik vandaag nog niet klaar. Maar ik ga in het kort vertellen wat de Kriolen allemaal kunnen en wat ze allemaal hebben. Wat je vrouw hier aan heeft, is een kies. Is een kimona. Hebben jullie dat gezien? Ja. Hebben jullie dat gezien? Is een kimona. En dit hier is een koto. Wat is dit? Koto. 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 Wie kan me vertellen wat dit is? Wat heeft een ander naam? Huh? Anissa. Heel goed. Een Anissa. En waarop zet je? Op je? Op je hoofd. Hoofd natuurlijk. Kan niet anders. Oké. Okay. Precies. Ga verder. De Kriolen maken ook een lekkere vruchten, maar niet gewoon vruchten. Ga. Stoop. En vruchten? Assassin. Goed zo, vruchten op assassin. Jongens en meisjes, wie kan me vertellen wat dit is? Gember. Gemberbier. En wat is er in? Ananas. Waarom weten ze alles? Deze kinderen kennen echt alles. Oké, dan gaan we snel verder. Ga je zo met die laten produceren. Wie gaat me vertellen wat dit is? En wat doe je hiermee? Wat stamp je zo aan? Koeken. Mm-hmm. Wat nog meer? Kassava. Rij. Stampen ze geen pinda? Ja! En wat gebeurt er met die pinda? Pinda drink. We maken pinda taart. Heel erg goed zo. Karel. Karel, ja. Je maakt je nacht en eten. De leerkrachten verbonden aan de Little Mounds of Clay hebben de kinderen gezellig bezig gehouden. Ook de Oddo's bleven niet uit. Alle Surinaamse kinderen, vandaag praat juffrouw Wendy met jullie. Ik wil jullie zeggen, mijn Oddo zegt zo. Wil je minister worden, president of iets goed in deze maatschappij, schatje? Luister. Je moet studeren! Bas! Tot zover een reportage van de viering van Kittikotti op de Little Mounds of Clay School. Ook op andere scholen in Suriname is vandaag het Kittikotti feest gevierd.